Goedendag, ik ben Wouter Verkruijsen, melkveehouder in Hooihem, België. We hebben een melkveebedrijf met 165 melkkoeien en die worden gemolken door 3 Bomatic melkrobots. Koeien kunnen dus via 2 zijdes in de robot. Daar is het gewoon de stalruimte en aan deze zijde zijn het gesepareerde koeien. Bij elke robot staat een scherm. Op dat scherm kunnen we alle 3 de robots bedienen. We werken eigenlijk in 2 productiegroepen. 1 groep met 1 robot, de nieuwe robot, die melkt eigenlijk alle attentiekoeien, voornamelijk de vaarzen of koeien die ziek zijn of ziek geweest zijn. Verder melken we dan nog met de twee oude robots, de grote groep. Op de robotarm staat de 3D-camera en die stuurt de beelden eigenlijk door naar het scherm. En zo kunnen we mooi volgen wat er allemaal gebeurt onder de koe. Hier staan we bij de nieuwe Gemini melkrobot. Die staat er sinds eind vorig jaar. We hebben die robot hier geplaatst in het oude melksysteem. Hij staat eigenlijk gewoon op de roosters in de oude stal. Deze groep is eigenlijk een vrije groep. We hebben dit beslist omdat de vaarzen nu meer vrije ruimte hebben en meer tijd hebben om naar de robot te gaan. In 2016 hebben mijn ouders besloten om deze 2 robots te plaatsen in een nieuwe stal. Daarna hebben we eind vorig jaar beslist om een nieuwe robot bij te zetten, de Gemini. Vorig jaar zijn deze 2 robots ook terug geüpdate naar de laatste nieuwe technologie. In vergelijking met de andere groep worden deze de koeien gestuurd in de stal. Ze worden geleid naar het voederhekken en zijn zo verplicht om naar de selectiebox daar te gaan. En zo komen ze in de wachtruimte terecht. Hier maken we ook gebruik van wij de selectiebox. We werken met het Bomatic Real-Time activiteitssysteem. Zo kunnen we real-time alle gegevens van de koeien verzamelen naar gelang vreetijd, herkoudtijd en activiteit. Met het Bomatic Real-Time activiteitssysteem wordt ook de inactiviteit gemeten van de koe. Zo kunnen we gemakkelijk zieke koeien opsporen. Alles is eenvoudig te bekijken via de applicatie. De koeien gaan 24/7 naar buiten. We lokken ze terug naar binnen met vers water en de koeborstels. Zo moeten we nog geen enkele koe gaan halen in de weide. Sinds we melken met de melkrobot zijn de koeien veel rustiger geworden. We moeten er niet meer achteraan lopen. Ze doen nu meer zelf wat ze willen. Ze kunnen zelf kiezen wanneer ze gaan eten, melken of slapen. Mijn werkdag begint met het ophalen van de koeien. In de grote groep moeten er eigenlijk weinig tot nooit koeien opgehaald worden. In de kleine groep 1 of 2 meestal. Daarna ga ik verder met het voederen van de kalveren en voornamelijk het reinigen van de legbedden en de robots. Het onderhoud van onze robots doen wij voornamelijk zelf. Ook kleine storingen kunnen we gemakkelijk zelf oplossen. Als er zich grote storingen voordoen, kunnen we rekenen op onze dealer. In het selectieprogramma hebben we een mooi overzicht hier over de weidegang. Hier kunnen we alle koeien gemakkelijk aanduiden welke wel of niet naar de weide mogen gaan. Dat is een volledige lijst van alle koeien. En daarbij kan ik kiezen welke wel of niet naar de weide mag gaan. Bijvoorbeeld koe 92. Deze koe mag nog niet naar buiten. Dit is een vers gekalde koe. We houden die zeker 5 dagen binnen. En daarna vinken we deze aan en zo kan ze terug naar de weide. In het OneView-programma kunnen we dit taartdiagram terugvinden. Hieruit kunnen we afleiden wat de box-efficiëntie is van deze robot. Op het dashboard in het OneView-programma kunnen we alle gegevens zien in 1 oogopslag. Onder andere de gemiddelde melkproductie, het totaal gevoerde kilo's, de gemiddelde melkingen en zo verder. Sedert de komst van de robots is onze dag veel flexibeler geworden. We kunnen veel makkelijker plannen tussen privé en werk. Ook is het veel minder fysiek. We moeten de koeien niet meer gaan melken. We moeten er wel veel bij zijn voor te reinigen en dergelijke. Maar het echte fysieke werk wordt door de robots gedaan.